ben Thomas van Kampenhout, zomerstagiair bij Tilleman van Hoogenbemt. Ja, mijn rol hier binnen Tilleman en van Hoogenbemt is vooral meewerken aan bepaalde dossiers of alleszins inzicht krijgen in bepaalde dossiers. Ik mag bijvoorbeeld adviezen schrijven of alleszins meehelpen aan adviezen. Ook bij conclusies die moeten geschreven worden, kan ik opmerkingen maken, eventueel zelf een stukje schrijven. Bedrijfsbezoeken hebben al in het pakket gezeten, onder meer collectief ontslag. En ook pleidooien worden regelmatig bijgewoond. Het arbeidsrecht interesseert mij enorm en ik wou dan ook graag binnen het arbeidsrecht toch een beetje relevante ervaring opdoen. De keuze voor het kantoor zelf is omdat het kantoor wel bekend staat als een van de betere in België. En daarom heb ik eigenlijk gewoon een mail gestuurd naar Philippe Tilleman. En heb ik eigenlijk kort daarna een antwoord gekregen dat ik in september verwacht word. Een stage bij Tilleman van Hoogenbemt is uniek in de zin dat er enorm wordt geluisterd naar de zomerstagiairs. Helemaal op het begin dat we hier toekomen, wordt er gevraagd wat onze interesses zijn, welk werk dat we graag zouden doen hier. En daar wordt toch wel naar geluisterd. De opdrachten die we nadien krijgen, blijkt dat in de mate van het mogelijke ons die zaken worden toegewezen waar we om gevraagd hebben. In mijn geval blijkt dat enorm uit een bedrijfsbezoek dat ik heb mogen meedoen in het kader van een collectief ontslag, waarbij ik vergaderingen heb mogen bijwonen en heel het proces heb kunnen volgen. Er heerst een zeer open bedrijfscultuur. Ook een zeer horizontale structuur, heb ik de indruk. Er wordt niet echt formeel met elkaar gesproken, alles verloopt zeer gemoedelijk. En ook naar de klanten toe wordt dat eigenlijk doorgetrokken. Adviezen aan klanten zijn zeer direct, to the point, en mijden juridisch jargon toch wel, zodat voor iedereen begrijpelijk is en eigenlijk echt aan de wensen van de klant wordt voldaan. Als arbeidsrecht u interesseert en u zou graag een keer ondervinden hoe dat is in de praktijk, dan zou ik gewoon zeggen doen. Ik heb de indruk dat motivatie een veel belangrijkere factor is dan superhoge punten of zo. In mijn geval heb ik gewoon een mail gestuurd naar Philippe Tilleman met de motivatie aan mijn cv. En eigenlijk een half uur nadien had ik een antwoord dat ik in september welkom ben. Alvast zeker is dat ik in het arbeidsrecht zou verder gaan. En de kans is ook veel groter geworden dat dat effectief advocatuur zou zijn. En toch wel door deze stage. Het heeft mij een enorm inzicht gebracht over hoe alles verloopt. Zowel tegenover cliënten als echt achter de schermen bij grotere projecten. Een unieke kans die mij is geboden is om van zeer nabij een collectief ontslag te mogen meevolgen. Dat is op zich wel uniek, aangezien dat toch een besloten iets is. Ik heb zowel vergaderingen kunnen bijwonen daaromtrent, als echt de effectieve onderhandelingen vanuit een achterkamer waar alle besprekingen doorgingen. Ik werk veel gedurende het jaar, maar eigenlijk als ik een vrij moment heb, doe ik wat de meeste mensen doen, denk ik. Op mijn gemak zitten, een beetje aan drinken met vrienden, maar voor het overige lees ik ook wel nog veel en kook ik zeer graag.